Ik ben Peter van Zijp, ik ben 41 jaar, Terschellinger. En ik ben hoofdhoreca Terschelling. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de horeca op de veerdienst van en naar Terschelling. Ik ben opgegroeid op de Schelling, dus als kind speelde ik op het wat. Er was altijd wat te doen, vissen, als er ijs lag, schotsjes springen, dus van de ene schots naar de andere schots. Als ik het achteraf bekijk, dan denk ik, was ik net te gek, maar ja, dat, als je jong bent, dan doe je alles. Ja. Echt een specifiek wat-verhaal heb ik niet, maar ja, mijn leven is het wat. En nu is mijn werk ook nog het wat, dus dat is fantastisch. Nou, wat wel voorkomt, dat mensen op de verkeerde boot zitten. Dat ze toevallig zit er nu ook een aan boord, die moet dan toevallig de reserveboot hebben, de Midsland. Want die is voor de organisatie van de HT-race, die momenteel gaande is, die is op de verkeerde boot gestapt. Maar ook regelmatig mensen die naar Vlieland moeten. Daar hebben we dan weer een snelle tender voor om ze dan van de Schelling weer naar Vlieland te brengen. Maar dat is, ja, die mensen die zijn, ja, het is mijn taak om die mensen een beetje op te vangen, want die zijn natuurlijk hevig in paniek. Ja, gaan we na, het is voor hun het gevoel of ze in het verkeerde vliegtuig zitten. Ja. En dat zou ik ook heel vervelend vinden.